Mijn naam is Richard Kruk en ik ben werkzaam bij een leasemaatschappij. Ik doe fotograferen voor mijn hobby en ik doe mee aan de Kunstroute 2015. Ik fotografeer al vanaf mijn jeugd, zeg maar. En ik maak heel veel foto's van dieren, mensen, straatfotografie, oude gebouwen. Nou, eigenlijk een heel veelzijdig pakket. Dit is in Canada geweest. We zijn daar met een rondreis geweest met een camper. Op een gegeven moment kwamen we op een plaatsje, 70 miles, zoals je het hier kan zien. Dat heeft betrekking op goudzoekers toen de tijd die daar waren. We hebben deze setting zo gevonden. Ik ben daar omheen gelopen. Daar staan hedendaagse auto's ook in de buurt. Maar ik vond het toch wel leuk om te laten zien dat het een oud tijdsbeeld was. Ik doe mee aan de kunstroute omdat ik het leuk vind om mijn foto, mijn passie eigenlijk met mensen te delen. Om over mijn fotografie te praten, wat ik beleef, wat ik zie. En ik wil die mensen hetzelfde gevoel geven wat ik in de foto laat zien. En om daar samen te delen.